Nou, het idee van de kaart was om zo dichtbij mogelijk te komen voor nu. Iets andere tijden. En ja, wat zo dichtbij mogelijk komt, is eigenlijk wel aanraking. Dus ik vond het heel mooi om daarmee te spelen. Papier is sowieso altijd een tactiele ervaring. Maar we dachten, zou het niet mooi zijn dat je in één kaart niet één papiersoort gebruikt, maar meerdere? Het mooie is dat er ook sommige papiersoorten heel tactiel zijn. Dus heel ruw voelen of juist een beetje stroef of extreem glad. En die ervaring combineren, is, dat kan normaal gesproken niet, maar doordat het nu zo op elkaar geplakt is, wel. En dat maakt dus dat je een kaart beet hebt waarvan je denkt, wat voel ik nou eigenlijk?